Goedemorgen, we gaan vandaag een backwater cruise doen. Ik ben echt op zoek naar een waterslang. Ik wil een waterslang spotten. Super traditioneel in Kerala, maar eerst gaan we ontbijten. Ik ga ontbijten en ik heb geen idee wat het is, maar ik eet het maar gewoon op. Lina gaat naar de zondagmes. Ze zijn christen hier zo. Kijk wat een prachtige sari ze aan heeft. Kijk nou. It's amazing. Hello Tevin, good morning. We zitten in de rickshaw en dit is Naomi from Japan. Hello, nice to meet you. En we zitten dus in de rickshaw. Oh wacht, ik zal hem even. Oeh, het is heel erg winderig. Kijk hoe voel. We zijn onderweg naar de backwater tour. We zitten weer in een andere bus. Oeh, en die ging net over een hobbel. Er zijn oprecht geen andere westerse toeristen of zo. We zijn nu door de jungle aan het lopen. Ik weet niet hoe lang we nog moeten, want dit pad is ook nog helemaal nat van de regen vannacht. Yo, dit zijn best wel grote mieren. Zouden dit rode mieren zijn of zo? We lopen nu door de jungle naar de houseboat toe. Ik had laatst lekker over slangen gelezen die hier allemaal zitten in Kerala dan. En daar is onze boot. Kijk hoe cool. Ik loop nu langs de boot heen. Oh, kijk hoe grappig. Ze hebben al die stoeltjes en zo gefixt. Yes. We gaan op de boot. Oh. Yes. Ik ga hier wel zitten. I'm on the boat. Mijn broertje droeg dit dus vroeger ook, hè. We gaan vertrekken hoor. Trouwens, heel veel mannen dragen hier een soort van omgeslagen handdoekje of iets. Dit is echt zo rustgevend. Wauw, je moet even in het water kijken. Kijk nou. Vrij helder. Yo, als je gestrest bent, dan moet je echt zo'n boottour doen. Kijk, zij gaan ook varen. Serieus, het lijkt toch echt alsof je in een film zit zo. Bizar. Oh, wacht even, lekt een bootje of zo. Dada, kijk hier, kijk eens naar mijn koude. Sorry, maar dit is toch kult? Hij is gewoon zijn tanden aan het poetsen daar, bij de rivier. Ik voel me echt alsof ik in Tarzan ben beland of zo. Kijk nou. Zo grappig. Gaat die flexen. Nou dames, wie een Indiaanse god uit de jungle wil. Een koe, eindelijk een koe. Een echte. Hij staat dus inderdaad in het water. Wauw, respect. In het water zitten dus waterslangen, maar die zijn niet giftig. Daar. Op het land zitten dus cobra's. Ja, we zijn in India. Dit is dus giftig fruit. Moet je niet eten. Hier hangen er ook een paar. Hier zo. Ik heb zo het gevoel dat ik in een film zit. Kijk nou, die kindjes zijn daar aan het zwemmen. Kijk wat een schattige kindjes. Wauw, ze zijn zo cute. Het is hier zo ongelooflijk relaxed. Je kan dus ook overnachten op zo'n houseboat. En ja, ik zou het heel graag willen doen, maar ik ben in mijn eentje. En om dan op zo'n houseboat in eentje in the middle of nowhere te zitten met twee mannen. Nee, ik dacht dat dat niet zo'n heel verstandig idee was. Maar check dit. Hoe vet is dit? Het ziet er zo uit. De rust hier ook gewoon voelt. Het is amazing. Yo, dit is onze bootman. Hij zweet niet eens. Terwijl hij heeft echt uren die boot zit te duwen. Voor hoeveel geld zou jij in het water gaan staan? Maar dan echt even serieus. Niet 100.000 zeggen of whatever. Want eerlijk... Mij? Nee, voor 1.000 euro krijg je mij hier niet in. 5.000 ga ik twijfelen. 7.500 zou ik waarschijnlijk doen. 10.000 doe ik het sowieso. Maar het is wel, ik zou wel helemaal flippen. Ik weet nu al als ik hierin zou gaan. Ja, daar dus. Daar zou je moeten staan. Net als die man. Een uur lang met waterslangen om je heen. Een beetje van die plantjes knippen. Wat is jouw prijs? Laat het achter in de comments. Echt diep respect voor deze man.
Dit is een van de meest zen plekken waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Het is echt niet normaal hoe rustig de sfeer hier is. Ik weet niet, gewoon het gevoel is echt... Oké, ik hou mijn mond. Geniet maar gewoon. Kijk, een latexboom. Dan maken ze hier een kerfje in en dan stroomt het sap hierin en dan wordt gebruikt voor allemaal andere dingen. Kijk nou, super vet. Ik heb nog nooit een peperplant in mijn leven gezien. Echt vet. En we gaan weer op pad. Ik denk dat je aan het geschut van mijn camera wel kan zien hoeveel gaten er in de weg zitten. We krijgen nu lunch en dat is echt heel typisch voor Kerala. Op een bananenblad en Kerala rice. Dus dat is een stuk dikker dan gewone rijst. En dit is sambar. Een soort van sambal, maar dan meer richting de curryvorm. En dan moet je dus alles mengen, zoals zij dat doen. En dan eet je dus ook met je handen. Dit is echt een ervaring hoor, dit moet je een keertje proberen in je leven. Kokos karnemelk of zo. Wow, oké, dit gaat een heel avontuurlijk maaltje worden. Ik heb er heel veel trek in. Ik vertel je zo of het lekker is. Yo, check, dit is een nootmuskaat. Gewoon een wilde nootmuskaat. Kijk hoe mooi het is. En het ruikt ook heel lekker. Ik ken alleen maar de gedroogde versie in Nederland. We zitten nu in een andere boot, een open boot. Nogmaals, paraplu. Onmisbaar in Azië. Oh, en het eten was vet lekker trouwens. Kijk, lelie. Waterlelie. Hoe erg Jungle Book gevoel krijg je hiervan. Dit is echt vet. En heel zen. Ik ben echt op zoek naar een waterslang. Ik wil een waterslang spotten. Waar ben je? Waterslang. Kijk, het zijn gewoon echt waterwegen. Een beetje net als onze grachten in Amsterdam. Maar dan... denk ik een stuk avontuurlijk. Kijk, die man is zich gewoon rustig aan het wassen. Ik zou echt niet in dit water durven duiken. Respect. Verdorie, er was dus net een waterslang. Maar ik was net te laat. Dat zal je net zien. Ik heb wel net, elke keer als we zeg maar langs de kant varen, dat ik bij mezelf denk van... cobra. Misschien springt hij op me of zo. Yo, diep respect voor deze man. Wauw. We hebben nu dus een tea break. Kijk nou hoe leuk. Hoe schattige kleine kopjes. Oh geweldig, ze zijn ook aan het filmen. Hij is nu Bollywood Dance aan het doen. Dit is echt heel leuk. En we gaan weer terug. Volgens mij gaat het zo meteen keihard regenen. We liggen nu trouwens ook helemaal af. Ik zou echt zo kunnen slapen. Maar ik wil toch nog even eten. Dus... eventjes een restaurantje zoeken. Ik ben bij een straatstalletje gaan zitten om eventjes wat te eten. En ik heb hier paneer butter masala en parati roti brood is het wat je erbij eet. Hey, dit is weer voor de volgende dag. Ik ben klaar om naar yoga te gaan. Mind blowing. Ik denk dat ik een yoga teacher training ga doen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En als je dat wel hebt gedaan, dan zie ik je morgen weer. Welterusten.